stonden staan in de schuur achter jouw huis. Waarin, ik moet wel zeggen, een van de grootste Motomarini privécollecties staat die ik gezien heb tot nu toe. Hè? En ik zie ook nog wel wat Moto Bianchi's en een verdwaalde Moto Guzzi. Maar het is vooral Motomarini wat hier de klok slaat. Waarom in vredesnaam? Ja, ik denk dat als je zo historisch bekijkt, een combinatie van toeval en hebzucht. Toeval en hebzucht, ja. Oké. De toeval is omdat het op mijn weg gekomen is, via allerlei wegen, maar vooral door de drive van twee ooms van mijn vrouw. Ja. En dan begin je ergens mee, ja, dan komt er eentje bij en dan komt er nog eentje bij. En uiteindelijk, ja, dan is toch dat hebzucht gebeuren, dat er wordt aangeappeleerd. Meer. Ja. En op een gegeven moment kom je in een club met mensen, mensen met een grote Ermaghi verzameling. Jaap de Jong, Jaap Schultz met zijn Gilera, Cordes met La Verda. En dat zijn een beetje toch de kleinere merken, want Guzzi is natuurlijk wel heel mooi, maar het is een heel groot merk. Ja, dit is een soort het kruimeltje wat voor mij overbleef. Motomarini werd het kruimeltje. Het kruimeltje. Maar dat heb je wel uitgebouwd. Nou, je hebt een gigantische collectie staan. Ja. En daar gaan we zo nog even naar kijken inderdaad. Maar, en sleutel je daar dan ook zelf aan? Dat is mijn tweede leerproject naast mijn beroep. Is omdat ik het zijn gelukkig relatief het zijn best eenvoudige motoren. Ik heb goede mensen om me heen. Die mij daarin kunnen onderwijzen, hoewel ze altijd zeggen, je leert er toch nooit. Maar desalniettemin hou ik stug vol. En je blijft sleutelen. En ik blijf sleutelen. Nou, ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik heel precies ben. Het gaat super langzaam. Ja. Maar ik kan deze blokken, die latere blokken van Morini, dat lukt wel. Oké. Eentje, maar goed. Dus hier staat die andere. Ja, Ton, wat een collectie. Heb je nou echt elke Moto Morini ooit gemaakt hier staan? Nee. Mis je nog wat? Nee. Moet. Maar het zou wel mooi zijn als ze bijvoorbeeld de GP-racer, de 2,5, waar Provini ooit op gereisd heeft. Maar ja, ik moet het doen met wat andere modellen. Nou, er staan er genoeg hier. Nee, zeker. Zeker wel. Dit ligt heel uit elkaar. Wat is dit? Dit is een 500. Politiemotor. Waarbij, daar heb ik er twee van. Deze is nog in de originele staat. Zal je hem gevonden hebben, neem ik. Zo zou hem gevonden hebben. Ja. En ja, de verhalen zijn, we weten het niet goed, maar dat er ongeveer 20 van gemaakt zijn. Oh, dat is zeldzaam. Zeldzaam. Hey, die ernaast staat, maar dat is ook een oudje. Dat is ook een oudje, ja. Dat is het eerste model van Morini. Het allereerste model. Een tweetakt machine geënt op het DKW-principe. Daar is het mee begonnen. Ja, met Alfonso. Die hoort er natuurlijk bij. En die is in originele staat en die blijft ook zo. Hey, kun je nog iets heel bijzonders aanwijzen in je collectie? Ja, even rondkijken. Ja, nee, zeker. Dan kom ik aan bij deze vriend. Dat is de 2,5 eencilinder. Daar zit op zich wel een aardig verhaal aan. Deze motor is eigenlijk nooit officieel geïmporteerd geweest in Nederland. Toen die op de rij stond begin jaren 80. Ja, er was heel weinig animo voor deze gene. Hij was gewoon lelijk. Hij was een beetje lelijk. Ja. En deze is naar de technische school gegaan. Daar hebben ze aan het blok gesleuteld. Die is ook niet het originele blok, maar het frame. Het hele rijwielgedeelte is zoals die ooit ergens in een kast stond en 35 jaar later naar voren gekomen is. Ja. Iemand heeft er een blok bij gezocht en zo is die zoals die hierbij staat. In originele staat. Wederom in originele staat. Niet heel mooi, maar wel heel bijzonder. Kijk jongens, netjes. Zo hoort het dus. Tom, je hebt echt een fantastische werkplaats. Volgens mij is alle apparatuur er wel. Doe jij alle restauratie en onderhoud aan die Motomarini zelf? Nou, de restauratie niet, want dat doet ook mijn ver voor mij. Ja. Maar ik ben de laatste jaren bezig met de blokken om dat zelf te doen. Uit elkaar halen, in elkaar zetten en dan natuurlijk restaureren en weer in elkaar zetten. En als zo'n ding, net als deze, die heeft net gelopen, dus ik trap hem aan en deze liep bij de tweede trap. Zet ik hem heel gauw uit, want ik denk, oh god, ik heb hem zelf in elkaar gezet. Gauw uit, want straks gaat hij kapot. Maar goed, dus ik ben dus nu bezig om hem, ik heb een klein probleempje met de carburateur, dus er ontbreekt even iets. Of dat moet opnieuw gemaakt worden. En als hij het doet, ja, dan is straks het afstellen van die machine, vind ik eigenlijk het leukste. Okay. Qua ontsteking, qua carburatie, gewoon lekker prutsen hier. In ik wou zeggen, het is een heerlijke plek om te knutselen. Dus, Het is super gaaf. Ja. Dan staan we wel te genieten van het geluid van die Moto Guzzi, want tussen staan we ook naast eigenlijk jouw favoriete Morini's. Dat klopt. Nee, dat is wel waar. Hij kon het niet laten, hij moest hem laten horen. Maar dit is eigenlijk wat je zo mooi vindt. Ja, dit is wel een van de weinigen. Nou, dan komt de nieuwste aanwinst.
Schiet toch een beetje aan de heilige Theresia van Lisieux. Ja. Ja. Oh, ik vind het wel knap, de ene keer, hè? Betrouwbaar, hè, zeggen we dan. Betrouwbaar. Leuk, hè? Oeh, begint hij bijna. En je krijgt hem niet aan. Hoe lang dan? Hoe lang niet? Ja? Nou, nu een paar weken, hè? Een paar weken. Maar één trap, hè? Ja. Als dit dan goed warm is, dan is het fantastisch. Het is leuk, hè? Ja. Ja, en zo dijt de collectie van Ton gewoon nog steeds uit.